Dames en heren, jongens en meisjes, er is die weer. Op jullie beeldscherm. Nou, mensen, na 2 keer corrupte beelden te hebben, hoop ik dat het nu wel eindelijk zo lukt. Gewoon lukt, ja. Gewoon lekker abonneren, ja, dankjewel. Nou mensen, mijn corrupte beelden hebben ervoor gezorgd dat ik best wel wat leuke dingen heb gedaan. Dus heb ik allemaal van die smerige zoutpotjes hier neergeflikkerd. Op elke tafel staat dus nu zeg maar 1 zo'n zoutpotje. En hier staan zelfs wat de premium tafels en zelfs... Ja, staan er gewoon staan ook plantjes erbij. Maar ik vind het er wel leuk uitzien. Net als deze dingetjes hier zo. De lampjes. Niet dit. De lampjes. En dit is mijn kat. Leuk. Goed mensen, ik heb dit allemaal zelf gemaakt. Dit is een balletje. Dat is niet allemaal. Maar eigenlijk wel het hele restaurant. Maar goed. En dan komen we nu aan bij het belangrijkste gedeelte van mijn restaurant. Restaurant De Griep. Nee, het was gewoon echt een kutnaam. Mensen, verzinnen even een naam in de comments met griep of dies erin. Dat is leuk. Want dan komen we nu aan bij het moment. Der momenten. Mijn tering mooie keuken. Ja, 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 jongens en meisjes. De keuken is er ook weer hoor. Daar is die dan, mensen. De keuken. De verschrikkelijk mooie keuken. Nou ja, eigenlijk valt het ook alweer een beetje mee, joh, jongens. Het valt wel weer mee. Ik vind het wel mooi. Het is echt tering druk hier, zeg. Een heel boel. Godsamme, wat is dit toch ook weer echt helemaal mooi, dit. Ah, wat een mooie waterval, joh. Oh ja, en hier hebben we, dames en heren, Karel en... Nou ja, jullie mogen nog een naam verzinnen voor deze rechter. Kaule Flamingo. Tot nu toe noemen we er even Gerda. Hallo, ik ben Gerda de Gans. En zullen we ook mee de avonturen van Karel en Gerda... Dames en heren, ik wil eigenlijk een soort van klein miniserie in deze serie. Het is niet echt een serie trouwens. Maar gewoon even introduceren. En die gaat, ja, eigenlijk, wanneer gaat hij nou beginnen? Nou, nu. Buurman. Hey, buurman. Buurman. Hey, buurman. Soms gaat er eens iets fout. Dan heb je een probleem. Maar dat lost je bijna simpel op. Oh, Karel. Wat ben je toch ook weer een vervelende... roze kutgans. Ja, Gerda, dat interesseert me eigenlijk gewoon vrij weinig. Dames en heren, met deze kleine kut... Nou, die kleine zijn gewoon grote klote flamingo's. Dames en heren, met deze kut flamingo's kunnen we ook weer... Ja. De avonturen van Karel en Gerda. Oh, Karel, wat doe je nou toch weer irritant? Je bent gewoon een vervelende roze kutgans. Nou, Gerda, dat interesseert mij eigenlijk vrij weinig. Stik de gij er ook maar in, griep Gerda. Oh, Karel, ben je toch een beroerte gans? Gerda, ik ben helemaal geen gans. Ik ben een flamingo. Oh, Gerda, stik toch lekker in huigen. Het ziet er toch ook wel echt achterlijk uit. Bij de ingang krijg je dit, nou. Alsof je daar blij mee bent. 2 van die vervelende klojo's voor je neus. Stel je voor, je raadt die gewoon rustig. En dan zie je denk ik, die klote beesten daar. Jongens, meisjes, dit zijn... die toch ook heel kan je bouwen met die kutflamingo. Nee, het is gewoon echt puur decoratie. Nou, echt. Van een kutflamingo. Oh, je kan er nog doorheen lopen ook. Nou. Karel. Hallo, mensen. Ik ben Karel de Flamingo. Mensen, willen jullie nou meer avonturen van Karel en Gerda zien? Abonneer dan nu eventjes en reageer even met... Hashtag Karel en Gerda. Hashtag roze gans. Ik wil ook eigenlijk nog best wel wat burgertjes gaan brengen. Trouwens, ik zie alweer dat mensen weer lekker aan het roleplay zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga ze lekker verstoren en lekker hamburgertjes pakken. Kijk hoor, hebben we nog meer hamburgers? Nee, dit is het enige wat we hebben. Ja, jammer. Nog een pizza. Ik wil meer pizza, jongens. We moeten meer pizza hebben. Ik neem denk ik nog 1 stukje pizza mee. Ja. Nu best wel veel mee. Nou goed mensen, u kent het wel, eigenlijk niet. We gaan nu deze pizza dingen wegbrengen. Oh, dat is een paal. Ik stond dus letterlijk net bij een huis. En ik ga er dus lekker heen. Nou, goed, dat was helemaal aan de overkant. Nou goed, jongens en meisjes. Dames en heren, jongens en meisjes. Nu gaan we lekker abonneren, jongens. Om het even snel, ik vind het trouwens ook echt een goede naam, man. Trouwens, dames en heren, de vorige 2 afleveringen waren zeg maar best wel corrupt en die gingen gewoon niet goed en het is gewoon kut. Het was gewoon kortom echt gewoon een kut video geworden dan in ieder geval. Het was wel een hele leuke video, maar het werd gewoon hartstikke kut. Oh joh, dit is wel een ziek gebouw, man. Oeh. Oh, dat is een paal. Oh, nu zijn er in één keer echt letterlijk net toen ik wilde opnemen. Arretering bij... Oh, wacht, trouwens, hier zat een hek. Ja, jammer dan. Oh, mijn hygiëne is best wel laag. Oeps. Ah, kijk nou, een hek. Nou goed, lang leven de bomen allemaal, dan kunnen we daar even lekker langs. Oké. Nou... Wordt die hier gewoon weer genegeerd. Nou, volgende haas van de maag. Gewoon, ik ruik gewoon met dat ding op mijn schoot. Nou, leuk. Oké, dan niet. Stik er dan maar in. Maar niemand heeft een fucking... Turbel. Nou, is ook weer niet best, zeg.
Goed, volgende huis. Mensen, ik word hier gewoon weer zwaar gepest in deze server. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het een zware mishandeling. Lau, heb je pizza nodig? Wil je pizza? Godver, hier neem pizza. Bok dan maar op. Neem het godverdomme van me aan. En niet aan Karel en Gerda zitten, want dan word ik boos. Nee, eet nou op. Je stinkt. Ga je poten wassen. Veerlap. Oké, jongens, ik moet eventjes kijken of ik niet nog ergens anders of zo. Ja, kan ik hier niet gewoon of zo? Oh, hallo. Ja, even hier zo staan. Nee, je bent er niet. Nou, dan maar geen pizza. Jammer voor jou. Voor de rest nog ergens iemand? Nee, nee, niemand. Wil jij pizza? Heb jij een deurbel? Nee, heb je ook niet zeker. Nee, niemand wil dit. Paupers gaan allemaal gewoon lekker op. Is wat is een groot huis, man. De tyfus. Oh, hey, diegene die heb ik net koud hard geflasht. Omdat mijn beelden corrupt zijn. Anders dan had ik er heel veel aan. Net als eerst was het mijn facecam. Nu is mijn fucking bestanden zijn gewoon helemaal corrupt geworden. Het is echt heel irritant. Dit is hopelijk niet. Nee, nee, nog niet. Ik kan dat wel ergens zien of ik dat wel terug kan krijgen. Hopelijk kan dat. En alleen ik denk het eigenlijk niet. Het is gewoon weg. Helemaal weg. Oh, plaats die pauperzooi er maar. Ik heb het toch helemaal... Mensen, mochten jullie nou ooit een keertje langskomen? Jullie hebben toevallig... plaatsen. Jullie hebben toevallig helemaal geen honger of... Nee, jullie hebben helemaal niks van eten of zo. Kom gewoon langs bij mij. Even die handen wassen. Appakee, lekker. Yes. Ik moet er even douchen, denk ik. Anders dan stinkt het alsnog wel een beetje. Ja. Hoezo ben ik... Ik heb letterlijk net geslapen. Mijn energie is nu alweer slecht. Nou, echt. Hoezo gaat hier... Wajo, echt, dat snap ik echt niet, hè. Dan heb ik dat... Holy shit. Nou, dat is niet best. Echt, letterlijk alles... Ook echt, alles is gewoon... in het bruin. Behalve mijn plezier, die is in het rood. Nou, leuk. Nou goed, energiek en mevrouw, weinig verrotte pik. Nou, ik snap ook eigenlijk helemaal niet hoe kan ik... Oh, er zitten klote dingen even aan, joh. Dus heb ik eigenlijk niet hoe kan ik honger hebben. Ik heb... Dan toeveel eten. Nou, gewoon doorvreten tot we dood zijn, jongen. En gewoon eten. Zullen ze even lekker gezellig bij Gerda en... hoe heet die? De andere joch. Gerda en Karel. Dan gaan we even lekker gezellig bij zitten, joh. Nou, jongens. Ondertussen gaan we even heel erg geconcentreerd luisteren naar het hele mooie levensverhaal van Karel. Karel, waarom ben jij hier? Nou, ik ben Karel en ik ben nogal dik. Ja, dan heb je wel een punt, Karel. Je bent tering dik. Hou je bek, Gerda. Stik in huig. Stik in je snavel, bedoel ik. Nou, Karel. Dat vind ik niet zo aardig van jou. Interesseert me niet wat jij vindt. Je bent toch maar een kut flamingo. Of een roze gans. Grappig. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het zo vervelend wat je doet. Je bent gewoon een kutgans. Gak. Dit is ook zo niet leuk gewoon, maar hey, boeien. En hier komt nu het hele leuke levensverhaal van Gerda. Lekker man. Oh ja, ik ben Gerda. En ik ben heel erg zielig, want ik was lekker op het strand. Godverdomme, ik heb heel mijn muis verkloot. Ja, ik had dus, dat eigenlijk. Als ik nou niet de komende 10 jaar als ik de komende 10 jaar nog honger krijg, nou dan is het echt gewoon raar. Dan is het gewoon echt raar. Ja, ik ben helemaal overgevlogen vanuit Antarctica. Gerda, op Antarctica leven toch helemaal geen flamingo's? Oh zeker wel, alleen maar oranje. Ja, dat klinkt heel logisch, ja. Ja, dat vind ik nou ook. Hou je bek, Karel. Oh Gerda, wat ben je toch ook een gaar weg. Stik er toch maar in. Soms raak ik me wel eens af, waar zit ik naar te kijken? Meestal denk ik dat in een edit. Nou, nu ga ik dat sowieso ook wel denken. Waar zit ik naar te kijken ook? Dit is toch ongekend weer dit. Holy shit. Je bent Gerda. Je bent tering. Griep. Je kuthoed. Oh Karel, doe nou maar niet zo stoer. Jij hebt ook een kuthoed. En een snor. Ja, maar snorren staan mij gewoon ongelooflijk goed, Gerda. Begrijp dat nou toch eens, jij domme kutgans. Gak. Oh Karel, wat ga je nou weer doen, jij? Vervelende godgans. Nou, kom hier. Gak. Nee, stik er toch eens in, Gerda. Pleur op. Karel besluit om te gaan douchen. Maar ja, Karel is echt teringsmerig. Hij kan dus wel een douchebeurt gebruiken. Vandaag was Gerda lekker in de keuken bezig. Totdat de rotgans Karel weer op zijn luie gat zat. Zoals altijd. Godverdomme, jij rotgans. Kom eens hier, jij. Wat moet je nou weer?
Gerda, ik zit gewoon lekker televisie te gluren. Kan me geen reet schelen. Nou kom hier, jij rotgans. Ja, Karel heeft het verkloot. Karel heeft nu een probleem, want hij zit al de hele dag op zijn reet en hij zou nog de afwas doen. Gerda? Ik ben even mijn favoriete programma aan het kijken. Deze kutgans ook. Het is helemaal geen gans. Oh, verdomme Gerda. Je staat er weer eens voor met je dikke reet. Kan me geen reet schelen. Godver, die klote plant. Lekker man, verplaats de tv gewoon even, joh. Jongen, jezus, hoe moeilijk is het om die kutflamingo te pakken? Oh nee, weet je wat Karel ging doen? Die ging even deze video liken. Mensen, bedankt voor het kijken deze video. Ik heb zo kapot gelachen om dit ding. Karel en Gerda de gans. Het zijn eigenlijk allemaal geen ganzen, maar dat maakt nu niet uit. Oh, wat zijn ze weer boos. Wat zijn ze boos. Ja, kijk, zie je, dit is wel leuk hoor. Waar gaan we Gerda neerzetten? Gerda gaan we hier in de keuken neerzetten. Die is lekker aan het koken voor mij. Ja. Ja, hij kijkt tv. Yes. Kijk, nou wat leuk. 2 kutganzen in de fucking family. Nou mensen, dit was de video. Abonneer. Doei.